Scheidsrechter Björn Kuipers fluit af. Voor hem is het een soort van generale repetitie. Want volgende week wacht de finale van de Champions League. Maar eerst deze finale van de play-offs. Voor een plaats in de voorronde van de Europa League. Op het hoofd bij Bottegien. Sivkovic krijgt hem niet weg. Henriksen door de benen en Bizot in de korte hoek. De bal ging door de benen bij Hatenboer. En de keeper moet zich strekken. Berghuis versnelt. Duel met Burnett. Berghuis kiest voor deze bal richting Henriksen. Prima voorzet. Marcus Henriksen. Paulsen. Bottegien blijft hier op de been, maar verrekent zich op Paulsen. Geen overtreding, zegt Kuipers hier. Paulsen is erg boos, wil een strafschop van de scheidsrechter, maar die strafschop komt er niet. Dan is er wel sprake van contact, maar is Paulsen wel erg gretig in het omvervallen. Een goede bal van Lindgren, maar hier wel opgepikt door Sherry. Maar die reageert daar goed op. Charon Sherry! Het is 1-0 voor Groningen. Prachtig gedaan door Charon Sherry. Als hij veel alerter reageert dan de defensie van AZ. En dan staat Groningen dus met 1-0 voor. Is het eigenlijk de eerste mogelijkheid voor de ploeg van Erwin van der Looy. Maar wordt het schitterend afgemaakt. Berghuis. Hier komt Johansson. Duurt een fractie te lang. Burnett verdedigt prima. Berghuis knap opgelost uiteindelijk. En daarna krijgt hij wel een schop van Burnett. Spel gaat door. Voordeel, zegt Kuipers. Gudmundsson. Berghuis ligt dus geblesseerd en aangeslagen op de grond. Gudmundsson. Ligt de paniek nu achterin bij Groningen. En dat is een duw. En wat zegt Kuipers? Hij twijfelt. Maar hij doet niks. Burnett krijgt nog een bestraffende opmerking van de scheidsrechter. Hier is inmiddels Kostić voor Groningen. Kostić! Het scheelt een haar. Daarvoor dus dit. Ja, dat is geen schouderduw, scheidsrechter. Wel weer goed druk gezet nu door Van der Velde. Kostić neemt over. Sherry. Sivkovic zou kunnen. Sherry. Hatenboer. Sherry. Paulsen met het hoofd, maar dan slecht uitverdedigd. Zeg, en de fout van Esteban. Het staat 2-0. Hatenboer maakt hem. 2-0 voor FC Groningen. En wat een geklungel achterin bij AZ. Gaan ze het dan allemaal weggeven? Groningen zit op rozen. Kostić is vertrokken. Goeie paas, zeg, van Burnett. Kostić, Sivkovic komt eraan. Hier is de voorzet en hier is het doelpunt niet. Wat een kans, zeg, voor Sivkovic. Gaat deze bal erin, dan weten we het zeker. Dan gaat Groningen naar de voorronde van de Europa League. Maar hij gaat er dus niet in. Zo heeft AZ vooral heel veel balbezit gehad. In de eerste helft. Weinig kansen. Misschien nu. Johansson. Nou, moest het eigenlijk ook wel zelf doen. Henriksen was de enige ploeggenoot in het strafschopgebied. Die was wel enigszins al speelbaar. Maar misschien toch ook niet helemaal in kansrijke positie. Hatenboer. Sherry. Sherry nog eens. En het is 3-0. Het is gedaan. Groningen gaat naar de voorronde van de Europa League. Hij neemt deze gele kaart op de koop toe door het weggooien van het shirt. Sherry. 3-0. En zijn tweede. Het feest is compleet in de Euroborg. Dit kan niet meer mis. Johansson weggestuurd door Berghuis. Hier is de andere Johansson. Berghuis. Beweging bij Gudmundsson. En hier heel veel ruimte nu. Dat is goed gespeeld door AZ. Het schot is van Gorter. De bal is op weg naar de linker bovenhoek. Maar daar is dan Bizot. Beetje leedvermaak. Kun je wel verwachten. Sherry gaat naar de kant. Je kunt dat uitleggen als een publiekswissel zo in de slotfase. Erg belangrijk vandaag met zijn twee doelpunten. Kostić.
Hoeft er niet langs natuurlijk om de voorzet te geven. En daar is nog bijna de vierde. De Leeuw was het. Geen extra tijd, dat voelt de scheidsrechter Björn Kuipers goed aan. Het feest kan losbarsten. Het veld wordt bestormd. Groningen wint met 3-0 van AZ in de finale van de play-offs. En Groningen gaat naar de voorronde van de Europa League. De spelers worden bedolven, geknuffeld en gefeliciteerd met dit succes. Want dit is voor FC Groningen een geweldig succes.